Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gericht op het ontwikkelen en bevorderen van de agrarische sector om een richtige uitvoering te geven aan het ontwikkelingsplan 2017-2021. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt ondersteund door 6 onderdirectoraten, namelijk Landbouw, Veeteelt, Visserij, Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Planning en Ontwikkeling en Administratieve Diensten. In het kader van de Dag der Agrariërs op 8 oktober 2019 en Wereldvoedseldag op 16 oktober 2019 zullen wij het ministerie van LVV belichten. In deze aflevering zullen wij het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij belichten. Wij nemen u mee naar het interview met mevrouw Vergien Popken-Telting. Mijn naam is Virginia Popken-Telting en ik ben de onderdirecteur Veeteelt van het ministerie van LVV. Wanneer we praten over de productie van voedsel, dan heeft de overheid en dan met name het ministerie van LVV te kennen gegeven dat ze voorwaarden scheppend willen zijn. En dat wil zeggen dat ze de private sector willen stimuleren en accommoderen om hun productiecapaciteit te vergroten. Het hoofddoel van het agrarisch beleid is de bouw of de opzet van een geïntegreerd agrarisch systeem. Dit systeem zou moeten bieden voedselzekerheid, voedselveiligheid, de toegang van voedsel voor een ieder, goede inkomens voor de werkers in de sector en een wezenlijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van ons land. Terugvertaald naar het veeteeltbeleid betekent dit dat er op elk moment voor iedereen altijd voldoende gezond voedsel van dierlijke origine beschikbaar moet zijn. De eigen productie heeft hier een vooruitgeschoven positie. Als we praten over voedselzekerheid, dan moeten we denken aan, dat is het leidende aspect hierbij, is dan 100% zelfvoorziening. En dat betekent dat we de productie, de kwaliteit en de kwantiteit gaan moeten verbeteren en vergroten. De kwaliteit kunnen we verbeteren door bijvoorbeeld de genetische kwaliteit van onze dieren te verbeteren door de inbreng van nieuwe rassen, dus vers bloed. En de productie kunnen we vergroten door het toepassen van goede managementpraktijken op onze veebedrijven. Mijn naam is Gerald Janassan. Ik ben waarnemend hoofd van de afdeling Veeteeltontwikkeling. De afdeling Veeteeltontwikkeling die houdt zich bezig met onderzoek, voorlichting en ook een stukje dienstverlening. Het onderzoek wat wij doen is gericht op veeteeltproductie. Verschillende aspecten die behoren bij de productie van veeteelt worden dus onderzocht door de afdeling. Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven. Er zijn voorlichters op de verschillende resorten die afhankelijk van de vragen van de boeren dus voorlichting verschaffen aan individuele boeren. Soms ook in een verband van training. De afdeling Veeteeltontwikkeling heeft ook nog een KI-dienst. Dat is de dienst kunstmatige inseminatie, waarbij veehouders kunnen bellen als hun runderen tochtig zijn en de dieren worden geïnsemineerd. Alhoewel de dienst niet optimaal draait, niet altijd optimaal draait, bestaat die dienst nog steeds. En indien boeren vragen hebben over de reproductie van hun koe, dan kunnen ze altijd terecht bij de dienst. Er is ook een afdeling, een unit data management. Data management die houdt zich bezig met het verzamelen van statistische gegevens, prijsontwikkelingen, aantal dieren aangeleverd aan het slachthuis, groei van de veestapel of afname van de veestapel. Al dat soort statistieken worden bijgehouden door die dienst.
Praten we over voedselveiligheid in de veeteeltsector, dan denken we op de eerste plaats aan onze diergezondheid. Omdat alleen gezonde dieren, dus productiedieren, kunnen gezonde producten leveren, dus gezond voedsel voortbrengen. Het bewaken van onze diergezondheid is dus uitermate belangrijk. En we kunnen dit doen door ons dierziektebewakingssysteem. In Suriname worden de dierziekteservice uitgevoerd om de gezondheidstoestand van onze dieren te kunnen monitoren. Er worden bioveiligheidsmaatregelen doorgevoerd op onze veebedrijven. En ook wordt er streng gelet op de hygiëne bij de productie van ons voedsel, van ons dierlijk voedsel. Om de insleep van dierziekten vanuit het buitenland te voorkomen, hebben we strenge voorwaarden, veterinaire importvoorwaarden gesteld. Op deze manier behouden we dus gezonde dieren en ook een gezond volk. Ik ben Giana Karre. Ik ben het waarnemend hoofd van de veterinaire dienst. En onze dienst houdt zich voornamelijk bezig met twee hoofdactiviteiten. We reageren op meldingen in het veld, op meldingen van ziekteuitbraak. En dan, als het nodig is, behandelen we dieren of we geven behandelingsadvies. Vooral in nauwe samenwerking met de afdeling veeteeltontwikkeling vaak, geven we advies over het kweken van dieren, het goed houden van dieren, het goed verzorgen van dieren. En het accent is bij onze informatie gericht op het voorkomen van dierziekten. Natuurlijk, net als alle andere landen, heeft Suriname ook bepaalde dierziekten aanwezig. En dan middels onderzoek kijken we welke dierziekten we hebben. En door het stellen van bepaalde regels, door het uitvoeren van bepaalde activiteiten, proberen we die dierziekten dan onder controle te houden. Een voorbeeld hier is bijvoorbeeld die uitbraak van die paardenziekte en de regels die daarna zijn gekomen. Een andere belangrijke activiteit van ons is het verrichten van inspecties. We verrichten inspecties in slachthuizen, in vleeswinkels, of bij de import van dieren, van dierlijke producten, van diergeneesmiddelen, van diervoer. En dat heeft, die inspecties zijn allemaal gebackt door twee belangrijke wetten waarmee we werken. We werken met de wet voorkomen en bestrijden van dierziekten en de wet inspectie vlees en overige dierlijke producten. En in die twee wetten staan regels geschreven, krijgen eigenlijk de veterinaire dienst en de Surinaamse bevolking, de producenten van dierlijke producten, importeurs van dieren, dierlijke producten en alle andere belanghebbenden krijgen dan verantwoordelijkheden bij deze wet over hoe we ervoor moeten zorgen dat Suriname, dat bepaalde dierziekten Suriname niet binnenkomen, dat onze dieren dus gezond blijven en dat het voedsel van dierlijke oorsprong veilig is om te consumeren in Suriname. We hebben een aantal inspecteurs. De keurmeesters van vee en vlees, de animal health assistants, de dierenartsen, die verrichten samen deze inspecties. En binnenkort gaan ze ook nog sterker ondersteund worden door inspecteurs op de havens, grensposten, om beter de importen te kunnen reguleren. Om ervoor te zorgen dat alles wat binnenkomt aan dieren en dierlijke producten veilig is. Om goede inkomens voor onze werkers binnen de sector te kunnen bewerkstelligen, moeten we werken naar de opzet van een professionele veeteeltsector. Die biedt dan kwalitatieve werkvoorziening, waardoor het inkomen van onze werkers verruimd kan worden en zodoende een beter bestaan voor onze mensen in de sector. Ten slotte zou de veeteeltsector haar bijdrage moeten leveren aan het verwezenlijken van de Millennium Development Goals, waaronder het uitbannen van armoede en honger,
een beter bestaan voor mensen in achtergestelde gebieden. Zorg voor het milieu, gendergelijkheid, een duurzame benutting van natuurlijke hulpbronnen en het aangaan van partnerschappen. Wij danken u voor het kijken en luisteren naar deze uitzending en graag tot de volgende keer. Blijft u ons volgen op onze Facebookpagina en op YouTube.